Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Nee, niet altijd. Nee. Ja, wel vaak, ja. Dus je hebt geen moeite om moeilijke woorden te begrijpen? Nee. Nee, niet altijd, nee. Nou, ik heb er zelf niet echt last van. Maar ik kan me voorstellen dat een heleboel medebewoners hier in de buurt wel moeite mee hebben. Maar komt het door hun gebrek aan de Nederlandse taal of door de taal die gemeente gebruikt? Beide, denk ik, ja. Heeft u wel eens moeite gehad om sommige woorden te begrijpen? Nee hoor. En mijn dochter doet een hoop voor me, dus als ik iets van de gemeente krijg of van de belasting of zo, regelt mijn dochter het altijd. Ik lees het een paar keer en dan kom ik er ook wel uit. Maar... En denkt u dat hier iets aan gedaan moet worden? Ja, je moet duidelijker worden, ja. Wat vereenvoudigen en toch achter ons de bedoeling is dit of de bedoeling is dat. Nou, UVV heb ik ook niks mee te maken, alleen met de belasting. En die gebruiken volgens u wel in makkelijke taal? Ja hoor, ja, dat vind ik wel. Wat kan de gemeente of de staat hier aan doen, denkt u? Ja, toch wat makkelijke taalgebruik gaan gebruiken. Het hoeft niet per se Jippe-Janneke taal te zijn, maar het zou wel makkelijker kunnen. Dus het is niet altijd helder? Nee, ik denk het niet. Nee, en als je inderdaad taal slecht spreekt, dan snap ik dat je er moeite mee hebt. En wat kan de gemeente hier aan doen, denkt u? Ja, wat zou je kunnen doen? Ja, gewoon lastig. Ja, je kan het wel in 6 talen gaan doen, maar ik denk dat is ook niet de bedoeling, denk ik.